Op het Keniaanse platteland zijn veel mensen afhankelijk van hun eigen oogst. Helaas is het weer lang niet altijd voorspelbaar. Soms leiden periodes van droogte tot mislukte oogsten. Via ons Value Chain programma leren Keniaanse boeren hoe ze producten kunnen telen of produceren die minder afhankelijk zijn van regen. Een mooi voorbeeld hiervan is honing. Naar honing is veel vraag en weinig aanbod. Dit betekent dat er veel honing op de markt gebracht kan worden en dat imkers hier een goede prijs voor kunnen krijgen. Mijn naam is Dominic. Ik ben de coördinator van dit Value Chain programma in Kenia. Traditioneel gezien was bijenhouden iets voor jongere mannen. Met onze moderne bijenkorven maken we het ook geschikt voor vrouwen, ouderen en mensen met een beperking. Op deze manier werken we aan de inclusie van kwetsbare mensen in onze lokale gemeenschappen. We selecteren dus mensen uit de gemeenschap en betrekken hen bij het productieproces. Bij dit productieproces komt best veel kijken. Naast de imkers zelf levert het werk op voor onder andere timmermannen die moderne bijenkorven maken, boeren die bloemen en gewassen verbouwen waar bijen op afkomen, mensen die restproducten zoals bijenwas verwerken en verkopen, mensen die de etiketten op onze flesjes plakken en ga zo nog maar even door. Door het Value Chain programma verdienen deze mensen meer, waardoor hun leefomstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd. Ook worden deze mensen in hun lokale gemeenschap een rolmodel, omdat zij aan hun buren laten zien dat je een inkomen kunt verdienen door ondernemend te zijn en op nieuwe manieren te werken. Mijn naam is Regina. Ik ben rond het jaar 2000 begonnen als imker, samen met mijn man. Dat was lastig zonder kennis, maar nu ik de trainingen van Dorcas gevolgd heb, is onze honingproductie omhoog gegaan. En weet ik hoe ik de honing beter kan oogsten. De kwaliteit van de honing is beter geworden en hierdoor krijg ik een hogere prijs. Ook heb ik er baat bij dat we de marketing van dit product samen doen als corporatie. Hierdoor is onze afzetmarkt enorm gegroeid. Vroeger was bijenhouden erg gevaarlijk. Mannen moesten in de bomen klimmen om de honing te kunnen oogsten. Ze vielen er regelmatig uit, bijvoorbeeld als ze gestoken werden. De moderne bijenkorven hangen dicht bij de grond, waardoor het niet meer nodig is om zo hoog de boom in te klimmen. Hierdoor is bijenhouden ook toegankelijk geworden voor vrouwen. En daar ben ik blij om, want ik vind het heel leuk om imker te zijn. Ons inkomen als gezin is nu hoger. We hebben een beter huis kunnen bouwen, geiten kunnen kopen en andere activiteiten kunnen verrichten, waardoor onze levensomstandigheden zijn verbeterd. Naast de honing zelf verwerken we ook alle restproducten. We verkopen bijvoorbeeld bijenwas aan bedrijven die er kaarsen en bodycrème van maken. We laten niets van het honingproduct verloren gaan. We gaan voor zero waste. Meer weten over ons werk in Kenia? Kijk op dorcas.nl/Kenia.